Dalse middenstandstentoonstelling. Dat is de Damito. Dat hebben ze 66 jaar geleden bedacht. En ik doe het nu voor de vierde keer. 10 jaar zijn we ermee bezig. Met een hele grote groep vrijwilligers. Met heel veel plezier en enthousiasme. Komt mede doordat we veel ondernemers hebben in onze gemeenschap die graag meedoen in deze beurs. Dus we hebben goede ondernemers die mee willen doen. En we hebben heel veel bezoekers die graag naar een leuke beurs komen. Ook daar hopen we dit jaar weer op dat er weer veel bezoekers gaan komen. En wanneer wordt die beurs gehouden, Wim? De beurs is dit jaar op 7, 8 en 9 maart. Donderdag 7 maart, vrijdag 8 maart en zaterdag 9 maart. En op de donderdag en vrijdag is hij ook 's avonds. En op zaterdag stoppen we om 6 uur. En dat valt een beetje in het weekend van de viooltjesmarkt, hè? Ja, het is het bewuste viooltjesweekend. We hebben ontdekt dat het eerste volle weekend van maart schijnt het viooltjesweekend te zijn. Dan krijgen dus mensen, de dames krijgen dan het voorjaar in de bol, de schoonmaak, spulletjes vervangen, leuke nieuwe dingen komen. Maar ook de tuin opnieuw inrichten, bloemetjes erin, dat noemen we de viooltjesmarkt. Let maar op, de folders in de week voor de Damito bevatten alleen maar aanbiedingen voor viooltjes. Maar het mooiste is, ook wij hebben op de Damito een echte viooltjesmarkt. Op zaterdag van 10 tot 2 viooltjes te koop en de opbrengst gaat naar het goede doel, de Immigroef in Lemelen. Hoeveel standhouders hebben jullie op dit moment? We hebben op dit moment 116 standhouders. En dat zijn er 15 meer dan de vorige editie. Dus we hebben meer standhouders. We hebben de vloer geheel gevuld tot de laatste vierkante meter. Daar zijn we hartstikke blij mee en trots op. Dat kan me voorstellen. Hoeveel vierkante meter hebben jullie? 1650 vierkante meter is er verhuurd. Er is ruim 2000 vierkante meter, maar we hebben natuurlijk gangpaden. Dus we hebben 1650 vierkante meter netto verhuurd. Nou wordt een beurs ook gedragen door sponsoren, hè? Maar ook door natuurlijk betalende bezoekers. Die sponsoren, kan jij ze even noemen? Ja, we hebben in ieder geval twee hoofdsponsors. Vechtsteden Notarissen en Goudzwaardmakelaardij. Dat zijn de grondleggers waardoor we kunnen beginnen. Want je hebt aan het begin gewoon kosten te maken waar gewoon dekking voor moet komen. Dus twee hoofdsponsors die ons helpen om te zorgen dat we die beurs kunnen voorbereiden. En uiteindelijk kunnen organiseren en die hun naam eraan verbinden. En daar zijn we hartstikke trots op. En dan is het mooi om te vermelden dat Vechtsteden dit voor de derde keer doet. Dus we zijn er hartstikke blij mee. Nou, dat kan me voorstellen. De toegangsprijzen, die zijn laag, dat weet ik. Wat gaan de mensen betalen? Weet je dat uit je hoofd? Ja, dat weet ik uit mijn hoofd. De toegangsprijzen zijn 5 euro voor volwassenen. En kinderen tot 12 jaar en senioren boven de 65. Wij handhaven gewoon de leeftijd op 65. Wij maken er geen 67 van. Betalen 4 euro. Dus het is absoluut toegankelijk. En daarnaast zijn er best heel veel relatiekaarten in omloop. Dus als u een van de ondernemers kent, kunt u vast aan een kaartje komen. Dus van harte welkom. Laat het niet zitten op die 5 euro. De vorige editie, 2016, hadden jullie een gigantisch bedrag voor de Immigroef. Daar is een speciale aangepaste speeltuin van gerealiseerd. Door plaatselijke bedrijven ook nog. Onder andere Foreco. Daar wordt grif gebruik van gemaakt. Gaan jullie dat bedrag overtreffen? Want dat was iets van 50.000 euro. Ja, dat was 52.525 euro. Dat weet ik toch? Ja, dat weet ik uit mijn hoofd omdat het 52525 is. We hebben nu gepland dat we hem niet overtreffen, want dat was echt een hele goede opbrengst. Dus we nemen ook met minder genoegen. Maar ik kan het nog niet zeggen en ik wil het eigenlijk ook niet zeggen, maar we gaan kijken wat we doen. Dus als er nog mensen zijn die graag een sponsoring willen doen of een vrije bijdrage, iedereen is van harte welkom. Het is een hele eer en dat blijft het gewoon. Ja, het is ontzettend bijzonder dat de opbrengst zo'n bedrag, dat wij dat mogen ontvangen als stichting. En dat wij daar ook mooie dingen mee mogen doen. Waar uiteindelijk zoveel gehandicapte mensen plezier van mogen hebben. Ja, fantastisch. Eén woord, fantastisch. Ja. Wat is de Immigroef? Immigroef is een vakantieplek die al ruim 45 jaar bestaat. En een vakantieplek die volledig toegankelijk is voor mensen met een lichamelijke beperking en een verstandelijke beperking. En wij ontvangen in de periode van april tot en met oktober ruim 3600 gasten, minder valide gasten, die een fijne vakantie bij ons hebben. En met fijn bedoel ik ook echt fijn, want u moet denken aan, wij gaan vanzelfsprekend op vakantie, wij pakken ons koffietje. Maar heeft men een beperking, dan is dat geen vanzelfsprekendheid. En bij ons is dat wel zo. Men voelt zich veilig, men mag zichzelf zijn en ze hebben het fijn. En dat is ons doel. Maar je wijst al een beetje naar Rutger, je buurman Rutger Rosman. Je bent kok en jij legt de mensen eigenlijk een beetje in de watten. Of niet een beetje, maar een heleboel, hè? Nou ja, dat klopt inderdaad. En voeding is voor de Immigroef een belangrijke factor. Want de mensen die bij ons op vakantie komen, die zitten al vaak in een tehuis of een verzorgingstehuis.
En zodoende kunnen wij ze nog een extra beetje verwennen. Ja. En wat gaan jullie doen tijdens de Damito-beurs in maart? Gaan jullie nog lekkere dingetjes uitdelen aan het publiek of hoe moet ik dat zien? Ja, ik of mijn collega Kok die zullen daar ook één dag staan. En dan hebben wij een beursballetje noemen wij hem. En dat is een balletje met dadel en rozijnen, honing en kokos. Ja, echt een eerlijk product, een goede voeding. Ja, en dat is ook wat wij willen laten zien inderdaad aan de bezoekers van de Damito. En laten proeven, ik ben heel benieuwd. Donderdag 7, vrijdag 8 en zaterdag 9 maart in de Tref Koele Plus in Dalsen. Van harte welkom.